de agenda staat, is de workshop van Joyce Bierbooms en Milou Feit. Zij hebben een onderzoek gedaan naar een, je zou kunnen zeggen, een leeromgeving voor professionals. Om professionals bekend te geraken en ook te trainen, zou je kunnen zeggen, in hun vaardigheden en skills met e-health. Nu wil het geval dat wij hier allemaal bij elkaar zijn en jullie thuis zitten. Maar in dit geval ook Milou en Joyce zitten thuis. Zij zijn in contact geweest, zoals we dat noemen nu, een intensief contact met iemand die positief getest is vorige week. Dus dat betekent ook met z'n tweeën, toen ze de escape room voor een laatste test aan het uitproberen waren bij GGZ Eindhoven met het online behandelteam. Nu zou je zeggen van ja, ook dat, elke uitdaging kunnen we aan. Zij zitten nu thuis en zijn net als jullie eigenlijk via verbonden via Zoom. En nu is de uitdaging om hen het woord te geven vanuit thuis hun presentatie met jullie te delen. En ik kijk even naar de techniek hierachter. Kan ik hen het woord geven? Ja, ik begin dus met het woord te geven aan Joyce. Joyce Bierbooms is senior onderzoeker bij Transo. En daarnaast werkt ze ook als senior onderzoeker bij GGZE. Daar zie je ook weer dat science practitionerschap waar we het net over hadden. Joyce, welkom vanuit huis hier. Aan jou het woord. Ja, dankjewel Inge. Ik hoop dat goed hoorbaar ben voor iedereen. Dit is wel inderdaad een hele bijzondere manier van presenteren. We dachten natuurlijk eindelijk een keer in het Willem II stadion te kunnen komen. Maar helaas ging dat niet door. We gaan het proberen vanuit huis te doen. En ik probeer nu door te scrollen. Want ik heb ook nog de controle gekregen over de presentatie op afstand. Dus het is allemaal heel bijzonder, maar het werkt gewoon. Dus we gaan het gewoon doen. Nou ja, zoals jullie op het programma hebben zien staan, is dit ook een interactieve workshop. Nou ja, dat is natuurlijk nog eens een extra uitdaging die we het afgelopen weekend eigenlijk, want vrijdag wisten we dat we niet fysiek bij Willem II aanwezig konden zijn, hebben gekregen. Om ook ons interactieve gedeeltes op in te geven. We gaan de uitdaging gewoon aan. We gaan gewoon zien hoe het werkt. Maar daar komen we later ook op terug gedurende de presentatie. Wij, dat zijn dus Milou Feit en ikzelf. Milou neemt het tweede deel van de presentatie voor haar rekening. En zal zichzelf dan ook introduceren aan jullie. Ja, zoals Inge al aangaf, mijn naam is Joyce Bierbooms, werkzaam voor zowel Transo als GGZE als senior onderzoeker. Nou ja, Milou en ik vertellen jullie vandaag graag iets over het project Serious Games for Professional Skills. Het is een door NWO gefinancierd project wat we in samenwerking met een aantal partijen doen. De partijen die binnen de academische werkplaatsen met elkaar samenwerken, dus Tilburg Universiteit Transo, meer specifiek de TU, waar Milou ook werkzaam is, GGZT, maar in dit geval ook nog samen met Fontys. En ja, zoals gezegd, gefinancierd door NWO, een vijf jaar durend project, wat we hopelijk ergens in 2022 tot een mooi einde kunnen brengen. Scroll ik door, kijk, dat gaat ook al. Volgens mij mis ik er één. Nee, mis er niet één. Nou ja, een beetje de achtergrond van dit project is het feit dat we gezien hebben de afgelopen jaren heeft het de mogelijkheden aan technologie enorm zijn toegenomen in de zorg, zo ook in de GGZ. Er komt ook steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit ervan, of in ieder geval voor de mogelijke voordelen. En toch is de adoptie onder behandelaren in dit geval, want daar gaat het verhaal nu over, nog mondjesmaat. Althans, voor de corona-perikelen begonnen, want dat heeft natuurlijk ook wel wat veranderd in die hele situatie. Verschillende redenen die daaraan ten grondslag liggen, waar ook onderzoek naar is gedaan. En de twee belangrijke redenen adresseren wij in ons project. Dat is enerzijds het feit dat GGZ-professionals zich in het gebruik van technologie nog heel vaak onbekwaam voelen.
vaak het idee hebben niet goed te weten wat er precies mogelijk is, waar het te vinden is, hoe ze er toegang toe krijgen, hoe ze het technisch moeten bedienen, maar ook hoe je in een door technologie gemedieerd contact, interactie met cliënten, hoe je daarin echt het contact kunt maken. En dat is ook direct eigenlijk de tweede kernprobleem wat wij proberen te adresseren in dit project. En dat is het gevoel van gebrek aan een empathische interactie tussen behandelaar en cliënt. En eigenlijk waarin wij dus ook op zoek gaan naar mogelijkheden om dat te ondersteunen, waardoor je daadwerkelijk rapport kan maken, ook als het een remote op afstand contact is met een cliënt. Het eerste deel om mee te beginnen, dat is het gevoel van het gebrek aan vaardigheden. Daar ga ik nu wat meer over vertellen, over het ondersteunen van de empathische interactie komt Midou zo meteen in haar deel verder op terug. Zoals gezegd, er is behoefte om de kennis en vaardigheden van professionals als het gaat om het gebruik van e-health te vergroten. Gebaseerd op de aanname dat dit een van de belangrijkste drempels is in het gebruik ervan. We hebben in dit subsidieproject, in het project van tevoren nagedacht van hoe, op wat voor manier gaan we dat doen. En zijn gekomen tot het doel om daarvoor een game-based trainingomgeving te ontwikkelen. Waarin professionals deze skills kunnen oefenen en ontwikkelen. De reden dat we de achtergrond daarvan is dat we ook zien dat serious gaming steeds meer gebruikt wordt ook voor leerdoeleinden in verschillende sectoren en ook in de gezondheidszorg al op meerdere plekken toegepast wordt. En gebaseerd op de aanname dat dit het ervaringsgericht leren bevordert en daarmee ook het effect van die leerervaring vergroot wordt. Hoe we dat aangepakt hebben is door eerst te gaan kijken van we gaan zo'n omgeving ontwikkelen. Aan welke behoeften van die professionals moeten we dan voldoen? We hebben een uitgebreide user requirements analyse, zoals dat dan heet, gedaan. Waarbij we dus gekeken hebben naar de eigenschappen van die behandelaren, ook de verschillen daarin. Welke problemen we dan zouden moeten adresseren in een game-based training environment omgeving als we tegemoet willen komen aan hun behoeften daarin te leren. Dat is een uitgebreide analyse waar ik niet helemaal in detail op in zal gaan voor nu. Maar waar ik wel de belangrijkste zaken uit wil lichten die daarin van belang zijn als zijnde de eigenschappen waaraan de game, het spel, de omgeving die we wilden ontwikkelen zou moeten voldoen. En dat zijn eigenlijk ten eerste het aanwezig zijn van een duidelijk leerdoel. Wanneer je een omgeving met spel ontwikkelt, moet het meer zijn dan alleen het spelen van een spelletje, maar moet ook een duidelijk leerdoel aanwezig zijn. Dus ook in een goede balans met educatieve en speelse inhoud. Dus niet alleen de nadruk op het spel zelf, maar ook op de inhoudelijke kant. En het moet ook niet weer overlopen van educatieve content. Want dan heb je niet meer het gevoel dat je leuk bezig bent, maar dan mis je het spelelement daarin. In dit specifieke geval ging het ook om een trainingsomgeving om vaardigheden rondom e-mental health te bevorderen. Daarbij is het dan voor de gebruiker ook belangrijk dat die meerwaarde van e-health, e-mental health, in dit geval ook duidelijk wordt door de ervaring. Dus daar moesten we ook naar op zoek van hoe zorgen we ervoor dat het er niet van overloopt, want dan wordt het weer als een technologie-push gevoeld, maar wel dat je de meerwaarde heel erg duidelijk kunt ervaren. En daarnaast, last but not least, zou ik willen zeggen wat heel erg veel naar voren kwam, is dat het een sociale activiteit zou moeten zijn die interactief is en uitdagend, maar waarbij je niet het gevoel moet krijgen dat je in een soort competitie verwikkeld bent met je collega's. Dus daar ook weer een balans in te zoeken, dat is eigenlijk de uitdaging waar we voor staan.
of stonden. Dan hebben we, omdat dit toch ook een interactieve workshop zou zijn, zijn we ook erg benieuwd wat voor spel dat deze requirements bij jullie oproepen. Dus wij hebben een aantal vragen in de poll gezet. En als jullie naar de chat gaan, dan vind je ook, als het goed is, een tabblad polls. En ik heb hem zelf op mijn telefoon nu geopend. En ik zie hem nu, ik zie de vraag nu ook staan. En ik wil jullie graag uitnodigen om eens gewoon je fantasie de vrije loop te laten aan wat voor spellen je dan denkt. Dit hebben we overigens ook op deze manier gedaan met de professionals zelf, met wie we in co-creatie uiteindelijk tot oplossingen zijn gekomen. En ik ben erg benieuwd waar je aan denkt als je denkt aan een trainingsomgeving voor professionals, om e-mental health te gaan ervaren en leren hoe daar effectief mee te werken. Wat voor soort, wat zie je dan voor je? Dat is natuurlijk best wel een lastige vraag. Ik zie ook dat er voorlopig nog geen antwoorden worden getypt. Ik wacht het heel even af. Als het goed is, zou ik de antwoorden denk ik moeten kunnen zien als ze in ieder geval ingevoerd worden. Maar deze is misschien nog... Wellicht werkt dit op afstand toch wat minder goed dan wanneer we bij elkaar in de zaal zouden hebben gezeten. Of misschien hebben mensen het in de Q&A's ingevuld. Nee, ook niet. Even kijken. Ik denk dat ik gewoon even doorga met de presentatie. Aangezien dit... ik zie in ieder geval op mijn scherm geen reacties binnenkomen. Waar wij in ieder geval op uit zijn gekomen, is de oplossing van een escape room. En Inge heeft hem al wel verklapt in het begin. Hij stond waarschijnlijk ook al op het programma. Maar waar wij toe zijn gekomen is eigenlijk het verder exploreren van een escape room oplossing. Een escape room, iedereen kent het denk ik wel. Of heeft misschien ook al wel gespeeld. Aan de hand van puzzels, clues, aanwijzingen. Dien je als speler jezelf te bevrijden uit een opgesloten situatie. Nu is het zo dat wij in onze versie... gewerkt hebben aan een fysieke kamer die ergens op een vaste plek staat, maar waarbij we ook een mobiele variant hebben ontwikkeld. Waar je wel aan de hand van puzzels moet komen tot het oplossen van een bepaald probleem. Waarbij je een virtuele cliënt wordt aan je geïntroduceerd. En op die manier ga je eigenlijk zoeken naar een oplossing aan de hand van de puzzels en spellen die je tegenkomt in de escape room. De redenen waarom we voor deze oplossing hebben gekozen uiteindelijk is omdat het, wat ik al eerder aangaf over serious gaming in het algemeen, zijn er ook inmiddels al verschillende oplossingen in de vorm van escape room ook geïntroduceerd als het gaat om leren, leerervaringen te bevorderen, ook in de zorg inmiddels. Daarnaast is het een goede basis om educatieve context en ook het daadwerkelijk kunnen ervaren van zaken bij elkaar, met elkaar te integreren. Dus je kunt lol hebben, iets leuks doen, tegelijkertijd ook iets leren. Het is wel uitdagend, want je moet tot een oplossing komen en het is niet altijd even gemakkelijk, maar je gaat niet de competitie aan direct met je collega's. Wat ook betekent dat het adresseert aan die wens om er een grote sociale component in te hebben. Sorry, ik krijg even van iemand anders. Ben jij dat, Andrea? Ja. Nee, ik heb wel de poll geopend via de link die ik inderdaad... Oh, dat is helemaal goed, ja. Ja. Ja.
Ja. Ik vind het heel moeilijk in te schatten wie wat hoort en ziet. Maar goed, we doen het even. Ik hoor jou. Oh, ja. Luchtsimulator. Een derde Ja. is een quiz, een game met Ja. levels. Ja. Een vierde is een escape room. Ja, kijk. Ja. Ja, dus dat komt helemaal, dat is helemaal goed. Ja. Een videospel. En Ja. in de aankondiging staat een escape room, dus ik vermoed dat dit de game is, Ja. zegt iemand. Ja. Ja, we hadden dat wat beter moeten verbergen, inderdaad. Hè? Dat dit uiteindelijk de oplossing was. Hebben we van tevoren onvoldoende over nagedacht. Zal ik hier alvast op ingaan? Of heb je Ja, nog meer nou ik heb nog drie. briljante ideeën? Ik noem nog drie en Ja. dan hou ik mij weer stil. Een kennisquiz. Een Ja. escape room samen met je collega's. En als laatste een Ja. spel waarin je interacteert met een cliënt, avatar. Ja. Dus dan Ja. geef ik nu weer het woord terug aan jou, Joyce. Dan kan je daarop reageren op deze input van iedereen. Ja. Dan reageer ik inderdaad graag toch nog op die input. Want wat we terughoren aan ideeën, dat zijn ook zeker ideeën die we zelf ook allemaal bekeken hebben. Wat ik hoor is inderdaad simulatie. Ja, simulatie is natuurlijk iets wat heel erg aanspreekt aan de ervaring. En het ervaren van eigenlijk een situatie die heel erg nabij ligt aan de werkelijkheid die je als behandelaar meemaakt. En dat is ook wat inderdaad uit ons onderzoek, ons user requirements onderzoek, erg naar voren kwam. Omdat het ontzettend belangrijk is om aan te sluiten op de daadwerkelijke praktijk van de behandelaar, zodat deze ook na het spelen en het leren en het ervaren dit ook makkelijk kan meenemen naar de praktijk. Dus dat hebben we inderdaad. Quizzen en spellen, ja, is inderdaad ook iets wat we natuurlijk in zo'n escape room ook hebben meegenomen. De virtuele cliënt, die is inderdaad ook iets wat we ook zelfs uitgeprobeerd hebben. Omdat ook door middel van een avatar, we hebben dat zelfs in AR, in augmented reality, ook wel geprobeerd. Bleek ook wel nog een lastige te zijn, omdat je daarin ook weer best wel afhankelijk bent van dat allemaal technisch al heel goed te managen is. En in hoeverre dat dan ook daadwerkelijk echt genoeg voelt. Maar zijn zeker ook opties die we inderdaad hebben overwogen. Maar vooral omdat sociale stuk dat heel erg nadrukkelijk naar voren kwam, hebben we voor deze oplossing gekozen. Waarbij we bijvoorbeeld wat ik ook hoorde van Andrea, het virtual reality ook willen laten terugkomen. Dus eigenlijk het integreren van dit soort verschillende ervaringen die jullie noemen in zo'n escape room is wel de uitdaging. En daarmee zijn we ook zeker nog niet klaar. Maar we hebben wel geprobeerd om dit soort elementen inderdaad mee te nemen. Even kijken, ik ga even terug naar de slide waar ik inmiddels bezig was. Nou goed, hè, dus het integreren van die inhoudelijke content en die echte ervaring daarin. Het vooral niet direct in competitie zijn met collega's, het vooral ook een sociale activiteit maken. Dat waren belangrijke redenen om voor deze oplossing te kiezen. En ook. Het feit dat je verschillende verhaallijnen, waarbij dan een verhaallijn eigenlijk de basis vormt voor een spel, dat je daarmee ook verschillende therapeutische settings kunt weergeven. Omdat er ontzettend veel verschil is waar iedereen werkt, met wat voor cliënten, met wat voor behandeltypes. En op deze manier is er de mogelijkheid om eigenlijk als het ware verschillende spellen in zo'n escape room te ontwikkelen die allemaal een andere verhaallijn representeren. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ik ga kijken of hij hier werkt. Ja, nou, hier zien we even een foto van onderdeel van ons proces. We zijn uiteindelijk hebben we een game designer benaderd die ons daar ook bij heeft geholpen. We zijn eigenlijk eind vorig jaar begonnen met het ontwikkelen van die verhaallijnen. We zijn begonnen met het samen met behandelaren opschrijven van goh, wat willen we precies bereiken met zo'n spel. Nog eens een keer duidelijk waar willen we naartoe, wat willen we dat het oplevert, maar vooral ook wat is eigenlijk de basis voor een verhaallijn in zo'n spel. En zoals ik net zei, is het heel erg belangrijk dat dat ook de werkelijkheid van de behandelaar en zijn
een cliënt goed weergeeft. Dus we hebben daar een aantal sessies aan besteed om die context van die behandelaar heel erg duidelijk in kaart te brengen. En dus ook van de cliënt. Dus het plan van begin tot een bepaald punt in het proces, om dat zo goed mogelijk en zo realistisch mogelijk in beeld te krijgen. Vervolgens zijn de game designers daarmee aan de slag gegaan en hebben ze op basis van twee verhaallijnen, vooralsnog zijn het er twee, op basis van twee verhaallijnen hebben zij twee spellen eigenlijk ontwikkeld. Samen met ons ook weer. We zijn in verschillende iteraties daarmee bezig geweest. Dus we hebben een eerste concept getest. Ook weer met de behandelaren, de ontwerpers, onderzoekers, mensen vanuit het innovatieteam bij GGZE. Gezamenlijk hebben we verschillende keren een concept van hen getest en weer feedback opgegeven. Op basis van die feedback is steeds weer een nieuwe versie gekomen. En toen waren we bijna zover dat we aan de laatste versie toe waren. En toen kwam, toen werd het maart en april. En we weten inmiddels allemaal wat er toen gebeurde. En dan is het testen van een escape room, ook al is het niet een fysieke kamer. Het gaat wel natuurlijk over het samen iets doen. Dan is dat toch ineens een heel stuk moeilijker. Dus dat werd wat lastiger te realiseren. We hebben ook nog een online variant uiteindelijk getest en daar feedback op gegeven. Maar goed, het heeft dus wel heel even daardoor ook wat stilgelegen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om kort na de zomervakantie het eindproduct wat we nu de komende tijd weer verder gaan testen in een veldstudie, om die op te halen. Daar hebben we een mooi filmpje bij gemaakt. Die begint meteen te spelen, zie ik. Ik weet even niet of het geluid het nu. Ik zet hem even op pauze, want ik hoor zelf het geluid hiervan niet. Ik weet niet of ik nu contact kan krijgen met iemand van. Oh, wacht. Hij doet het nu of niet? Ik heb even geen idee of het. Het is al de derde keer dat ik hulp zoek in 2,5 jaar tijd. Ik voel me al een paar jaar heel slecht. Het is erg donker in mijn hoofd. Op sommige dagen lukt het me niet om iets te doen. Hoe kan ik Victor helpen? Ik wil graag zo goed mogelijk bij hem aansluiten. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk, ook met technologie. Maar wat dan? Ik weet het niet zo goed. Misschien kunnen we deze proberen. Misschien die 360 graden feedback of een digitaal slaapdagboek. Yes! Die 360 graden feedback, die ga ik proberen. Er kan toch echt veel meer dan ik dacht. Ja, het voegt echt wel toe. Ik kan, ga ik weer door, denk ik. Oh, dat gaat te snel. Onze eerste trailer. We zijn met de trailer ook nog bezig, maar we wilden deze toch jullie niet onthouden om die even te laten zien. Tenslotte zou ik weer eigenlijk graag wat vragen aan jullie willen stellen. Die, als het goed is, dan ook weer in de poll zijn neergezet. Ik denk dat ik weer de antwoorden niet krijg, dus ik ben heel even op zoek naar iemand in Tilburg die mij daar ook wat over kan terugkoppelen van wat er binnenkomt in de poll. Ja, Joyce, ik kan één poll tegelijk doen. Dus ik heb nu over welke tools zou jij wel wat meer willen weten willen komen in een escape room. Die heb ik nu eerst even openstaan. Dus als er reacties binnenkomen, dan laat ik je direct weten. Ja, is goed.
De eerste is, welke verhaallijnen hebben jullie in jullie escape room verwerkt nu? Wacht even, dit is een vraag, Andrea? Of is dit een reactie? Ja, dit is een vraag die komt in de poll, maar het is toch niet de enige reactie, dus ik geef hem je wel even terug. Oké, is het handig om daar nu op in te gaan? Of, de andere is de effecten van die tools. Ik geloof dat ik hem niet helemaal goed... En iemand zegt de effectiviteit van de health apps. Apps om gezondheid te bevorderen. Virtual reality wordt gezegd. Ja. Ja, wat wij in de... Ik hoorde ook een vraag over de verhaallijnen. We hebben twee verhaallijnen. Ik wilde eigenlijk ook weer niet te veel over weggeven. Omdat het ook een beetje jammer maakt. Mochten er mensen zijn die hem ooit gaan spelen. Dan is dat eigenlijk al een beetje verklapt. Maar we hebben twee denkbeeldige cliënten. Nou, de eerste is Victor. Waar je net in het filmpje ook wat meer over zag. Die met een somber gevoel kampt. Eigenlijk daardoor ook met allerlei middelen gebruik te maken krijgt. Waarbij de speler van de escape room, of de behandelaar dus, eigenlijk een introductie krijgt van zijn problematiek. En vervolgens door het verhaal heen gaat kennis maken met verschillende tools die hij of zij in zou kunnen zetten om Victor te helpen. Daar gaat het over. De andere is een jong meisje die met paniekaanvallen te maken heeft. Waar weer andere tools worden ingezet. We hebben wel gekeken om daarin ook wat variëteit te brengen. Qua tools, qua e-mental health tools. Om daarbij ook wel aan te sluiten op iets wat ook in de praktijk ook wel mogelijk is. Dus we hebben inderdaad dingen als VR en 360 graden feedback, zelfmonitoring apps. Maar in dit specifieke geval nog wel echt ook gekeken naar dat wat er ook daadwerkelijk beschikbaar is. En wat iemand die de escape room speelt ook vervolgens in de praktijk wel echt kan gebruiken. Tegelijkertijd willen we ook wel laten zien wat er mogelijk is of wat er in ontwikkeling is. Dus zoiets als VR is mogelijk, is nog niet iets wat door iedereen standaard gebruikt wordt, maar is wel iets wat we in die ervaring ook mee willen geven. Dus verschillende type tools zijn ook vertegenwoordigd in de escape room. Joyce, zal ik de volgende vraag even in de poll gooien? Ja, graag. Dan stop ik deze. De volgende vraag is, met wie zou jij de escape room willen spelen? Ja, dus ik heb hem nu opengegooid. Dus alle luisteraars kunnen nu reageren. Ik ben hier gewoon zelf heel erg benieuwd naar. Ja. Joyce, nu we toch nog aan het wachten zijn, er kwam ook een andere vraag nog binnen via de Q&A. Dus als we even wachten op de antwoorden in de poll, lees ik jou even een vraag voor van Dirk. Hij vraagt, hebben jullie ook onderzocht, bekeken, waar naast gebrek aan kennis er ook gebrek aan ruimte door de organisatie, maatschappij naar de medewerker toe? Moet ik daar nu, ben ik nu hoorbaar eigenlijk? Ja, je bent nu hoorbaar. Ik ben voor iedereen hoor. Ja. Ik kan wel op die vraag alvast ingaan. Ja, als ik de vraag goed begrijp van Dirk, is de vraag van goh, hebben jullie ook gekeken naar in hoeverre organisaties faciliterend zijn om e-health te gebruiken en in hoeverre er een maatschappelijke druk is om dat te doen? Heb ik hem dan goed verteld, denk je, Andrea? De eerste.
Ja, dus vooral hoe organisaties dit faciliteren. Ja, is in dit onderzoek niet specifiek het focuspunt. Hè? We kijken vooral naar de vaardigheden en het ondersteunen van de empathische interactie. Wij horen dat natuurlijk wel heel erg veel terug. Ook in ook in de user requirements analyse. Wat zou er nodig zijn om daadwerkelijk met zo'n game-based trainingsomgeving aan de gang te gaan? Krijg je heel vaak ook wel de reacties die veel meer gaan eigenlijk over het faciliteren van e-health aan zich. Dat komt wel in de resultaten van het onderzoek heel erg terug. En daar is natuurlijk ook in de literatuur al best wel wat over bekend dat een ontzettend belangrijke factor is die je moet meenemen. Dus het is niet alleen kijken in hoeverre de gebruiker hiermee aan de slag wil gaan, maar ook, en dat zullen we in onze fieldstudie ook meenemen, wat vraagt het van de organisatie? En wat zou die moeten doen om dit ook om er ook voor te zorgen dat je dit op een goede manier kunt implementeren? Nou, super Joyce. Ik hoop dat Dirk helemaal tevreden is met je antwoord. Ik hoop het ook, en dan mag je hem gewoon nemen natuurlijk. Ja, ja nou, ik zie ook. De bol is stroomt voor. Kijken, Andrea, want Milou heeft ook nog een heel mooi verhaal. Oh. Daar moeten we tijd voor. Zal ik jou nog even voorlezen? Want dat is wel echt, er zijn ontzettend veel leuke reacties gekomen met wie zij de escape room willen spelen. Dus ze zeggen met collega's, met ervaringsdeskundigen of hun naasten. Wordt weer gezegd met collega's van het team. Misschien ook een leidinggevende die sceptisch is over de bekostiging. Ja. Hier zegt weer iemand het team. Psychiater, SPV, bedrijfarts, huisarts, collega's medische dienst. Multidisciplinair team, wat betrokken is bij de zorg rondom de cliënt. Zou het ook met de cliënt erbij gespeeld kunnen worden? Nou, interessant. Je zegt weer collega's, cliënten, groepsmedewerkers, verwanten. Medewerkers en familieleden. Ja, dus dat zijn eigenlijk de resultaten van de poll. Heel leuk. Dat is goed om te horen. Heel veel mensen vinden het dus belangrijk en leuk om dit met collega's en met teams te kunnen gaan doen. En dat is ook precies onze insteek om het op die manier in te gaan zetten en te gaan kijken hoe we het op die manier kunnen implementeren. Ik vind hem ook interessant met cliënten. Hebben we nog niet zo goed over nagedacht. Omdat we ons in eerste instantie op die zorgprofessional richten. Maar ik vind het wel heel interessant om te kijken of we op deze manier ook... Dat cliënt en hulpverlener samen dit soort dingen kunnen doen. Wie weet, in de toekomst is dat ook wel een optie. Ik vind het wel een hele leuke suggestie in ieder geval. Ik zit even te kijken, want ik zie in ieder geval op mijn scherm iets van Milou staan inmiddels. Maar ik weet niet of dat klopt. Ik kan hem volgens mij ook niet meer bedienen nu, de presentatie. Klopt dat? Ja, dat klopt, Joyce, krijg ik hierdoor. Dus ik denk dat we overgaan naar Milou dan. Lijkt me goed, inderdaad. Goed. Oké, dankjewel hè, Joyce, voor je mooie presentatie. Ja. Yes, ik weet niet of ik nu ondertussen te horen ben. Ja, volgens mij, ik zie mezelf verschijnen in het scherm. Ik weet niet of ik ook terug kan klikken, want ik ben al een slide verder gezet, zie ik. Dan kom ik graag naar de volgende slide, want anders ga ik naar de volgende. Mijn remote werkt niet, dus aan de techniek of ik misschien een slide terug kan. Ik weet niet of dat, yes, dankjewel. Goed. Hallo allemaal. Dankjewel Joyce. Mijn naam is Milou Feit. Ik werk als PhD bij de Technische Universiteit Eindhoven. En daarop werk ik op dit project. En mijn PhD-onderzoek is eigenlijk voornamelijk op die tweede track. Dus het belangrijke... barrière die door veel therapeuten wordt genoemd, dat eigenlijk zodra ik via e-mental health contact heb met mijn cliënt, dan mis ik die echte connectie en kan ik niet zo goed die empathische interactie tot stand brengen. Eigenlijk omdat ik toch gewoon wat cues mis en ik mis iets waardoor ik niet goed in kan tunen. Van mijn PhD-traject is dus om te onderzoeken van wat zijn nou mogelijkheden om voor technologie eigenlijk om deze barrière nou juist ervoor te compenseren of te overkomen. En
misschien zelfs juist iets toe te kunnen voegen en meer mogelijk te maken dan gewoon face-to-face eigenlijk mogelijk is. En daarbij zijn we verschillende richtingen geëxploreerd. En waar ik dit moment veel naar kijk is naar biofeedback. En met biofeedback bedoel ik, dat is eigenlijk fysiologische metingen. Zoals bijvoorbeeld je hartslag of huidgeleiding of je ademhaling. En dat je dat dus terugkrijgt. En veel mensen kennen het meest bekende voorbeeld, wat veel mensen ondertussen ook wel, dat onder een heel wijd publiek verspreid is. Is bijvoorbeeld een Fitbit of een smartwatch, waarbij je dus zelf kan zien wat je hartslag is. En waarom fysiologie? Dat is omdat we vanuit onderzoek weten dat fysiologie heel sterk gelinkt is aan, bijvoorbeeld aan je emoties en aan je ervaringen. En dat bijvoorbeeld hartslag en huidgeleiding heel veel informatie geven over bijvoorbeeld spanning of stress. En op die manier eigenlijk dus heel waardevolle informatie ook geeft in een interactie. Nu had ik een heleboel intermezzo's, maar dat gaan we volgens mij niet redden in de tijd. Dus ik denk dat ik die heel even, het interactieve deel dus heel eventjes oversla, deze poll. Ik ben nog steeds wel heel benieuwd, dus als je antwoorden van of je bekend bent met biofeedback en of je het wel eens gebruikt in behandeling en op welke manier, kun je misschien anders nog in de poll reageren. Maar, en anders kun je ook altijd in de Q&A, denk ik, je nog je respons laten zien. Maar hij staat nu nog even open, dus zeker deze gestoten vragen ben ik erg benieuwd naar. Ik ga ondertussen wel vast verder gezien de tijd. Op dit moment wordt eigenlijk vaak biofeedback, als het wordt gebruikt voor de meeste mensen bekend is, is het vooral eigenlijk voor individuele biofeedback. En dat betekent dus dat je eigenlijk, je hebt zelf bijvoorbeeld met een Fitbit, je hebt het zelf, wordt gemeten. En dat is vooral eigenlijk voor het inzicht voor die persoon zelf. Maar je kan je best voorstellen dat die informatie over bijvoorbeeld je spanning of je stresslevel, dat niet alleen interessant is om voor jezelf om te weten, maar ook eventueel voor degene met wie je met een gesprekspartner waarmee je in interactie bent. En dit noemen we dan bijvoorbeeld social biofeedback of ook wel biosignal sharing. Dus het delen van je biologische, je fysiologische signalen. En daarbij gebruik je dus eigenlijk die fysiologische meting als een soort extra communication cues, dus als extra stukjes informatie in die sociale interactie. En zeker waarbij dus, wanneer dus informatie op afstand is, of interactie op afstand is, zoals nu bijvoorbeeld, je mist toch gewoon heel veel informatie. En het dan krijgen van die feedback over iemands fysiologie, kan je dan net helpen om iemand wat beter aan te kunnen voelen, of in te kunnen schatten waar iemand mee bezig is. Dan zie je hier bijvoorbeeld een plaatje van een studie waarin ze dit gebruikt hebben voor samenwerking op afstand. Waarbij dus de leraar kreeg dan het beeld en ook de stressmeting van de student te zien. En die student moest een ingewikkeld Lego bouwsel in elkaar zetten. En de leraar gaf aan dat ze hierdoor beter de instructies konden sturen. Omdat ze zagen wanneer, beter aan konden voelen ook wanneer die student vastliep en daar dan sneller op in kon springen. Je kan je voorstellen dat dit dus ook mogelijk van meerwaarde zou kunnen zijn in therapie. Waarin dus een behandelaar heel erg aan moet voelen van oké, waar zit de cliënt nu? En normaal doe je dat vaak bijvoorbeeld, hebben we tool gekregen. Toen behandelaar aangeeft, normaal doe ik dat bijvoorbeeld op hele subtiele signalen. Van bijvoorbeeld handwringen of soms ook wel zweetgeur. Of je ziet iemand bijvoorbeeld glimmen. Maar zeker op afstand is dat gewoon veel moeilijker in te schatten. Om dit te exploreren hebben we vorig jaar, maart, april, mei, hebben we dus hiervoor een prototype gebouwd. Samen met deze student van Fontys. En hier zie je dus, hij is hier een cliënt en heeft de sensoren om zijn vingers. En als behandelaar zie je dan dus dit scherm, waarbij je de cliënt kan zien, maar ook om de video zie je dus een rand. In dit geval is die blauw gekleurd. Dus dat betekent, de cliënt is vrij relaxed, is oké. Maar zodra dan het gesprek bijvoorbeeld spannender wordt en die spanning oploopt van de cliënt, verkleurt de rand naar meer paars en uiteindelijk rood. Om die manier een indicatie te geven van het stressniveau en dat het dus oploopt.
En nou, we hebben dit ook getest met een aantal behandelaren in een kleine pilot. En die gaven ook wel aan van, ja, dat dit zeker met deze behandelen op afstand wel veel meerwaarde kan bieden. Zeker bij specifieke behandelingen zoals bijvoorbeeld EMDR of exposure, waarbij juist het intunen op dat precieze angstniveau cruciaal is. En dat gewoon dat ze merken dat het juist zo moeilijk is op afstand. Dan was ik dus eigenlijk ook weer benieuwd of mensen dit zouden willen proberen in de praktijk en in welke situaties. Die kun je invullen in de poll ondertussen, terwijl ik alvast verder praat. Ik ben er wel heel benieuwd naar, dus beantwoord de poll ondertussen gerust. Ik ga vast verder naar de volgende stap, want dit is dus waar... Milou, hoor je mij? Oh, ja? Er zijn al 8 responses en eigenlijk 80% zegt van ja, dat denk ik wel. Oké, okay. Ja. Dat is wel leuk. Op de vorige vraag zei 60% van ja, we hebben eigenlijk niet echt, dat ze niet echt bekend zijn met biofeedback. Wel eens van gehoord, maar nog niet echt toepassen. Okay. En dus in dit geval loopt eigenlijk 80 tot 20. 20% zegt misschien en 80% ja, dat denk ik wel nu. Oké. Okay. Nou, dat is dat is heel positief. Ja, dat is fijn, want we gaan er ook mee door. Ik zou eerst nog even, dit sluit mooi aan bij de vervolgstappen die we gaan nemen. Ten eerste al, Joyce noemde het ook net al een beetje het stukje van de escape room. Dat we daar, staan we nu dus op het punt, het eindproduct staat er. Dus dat willen we nu gaan testen in een veldstudie. Om eigenlijk op een kleine schaal te gaan onderzoeken, wat nou de feasibility, dus... De haalbaarheid eigenlijk en de toepassing in de praktijk is van, werkt het? Doet het wat het zou moeten doen? En ook wel, wat zijn de requirements om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen laten landen, te implementeren en eventueel op te schakelen? Dit gaan we doen door het geven van zijn workshop, samen met een focusgroep om dit verder uit te vragen en een evaluatiequestionnaire. En dit willen we doen bij 4 groepen. En daarnaast zijn we ook bezig met het verder onderzoeken van wat zijn nog mogelijkheden om het eventueel verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld dus met de tools die net ook genoemd werden, waar mensen nog benieuwd naar zijn. Als die er nog niet in zit, om dus eventueel nog een derde verhaallijn te maken. Of een nieuwe technologie of tools. Om zo goed aan te kunnen blijven sluiten op de technologische ontwikkelingen en de vraag vanuit de praktijk. Dan is over deze tweede track, wat de volgende stappen zijn. Heel leuk dus om te horen dat mensen dat wel zouden willen proberen in de praktijk. Want we gaan het prototype wat ik net presenteerde, nu zijn we op dit moment aan het doorontwikkelen om het nog wat stabieler te laten lopen. En uiteindelijk om te kunnen gaan gebruiken in een veldstudie met behandelaren. Om te kunnen onderzoeken wat nou echt de meerwaarde is in de praktijk. En in welke situaties en wat er ook voor nodig is om dat ook echt te gaan gebruiken. Daarnaast zijn we ook wel, omdat dus die fysiologische metingen nog zo nieuw zijn en dat zeker het delen van die biosignalen, zijn we ook wel experimenten aan het opzetten om nog net wat beter te kunnen begrijpen hoe we nou omgaan met zulke gedeelde signalen, hoe we het interpreteren en hoe je het ervaart als je dat deelt, dit soort informatie. Dus dat was eigenlijk bij deze onze presentatie. En ik ben heel benieuwd, dat was nog eigenlijk de laatste, dat uiteindelijk het doel is van ons hele project om dus die therapeut, de toolbox eigenlijk van therapeuten nog weer verder uit te breiden. Niet zozeer dat we zeggen alles moet online, maar juist dat je zegt, benut die face-to-face elementen op momenten dat die het meeste waard zijn, maar voeg daar ook die technologische en die online elementen aan toe op het moment en in de situaties waarin dat dus echte waarde toe kan voegen. Dus nu wel. Ben ik benieuwd of er nog vragen zijn. Dus nog een klein beetje tijd voor volgens mij. Dus. Zeker. Milou, dank je wel. Ook Joyce, dank je wel voor jullie heldere presentaties. En heel interessant. Inderdaad, wat Milou er net zei, we hebben nog een paar minuten. Dus als er nog iemand een vraag of een opmerking heeft, zet hem vooral in de Q&A. Er stond er nog eentje in van, kan ik nog wat terugzien? Nou, wat
requirements in dit geval. Die kunnen jullie dus allemaal terugzien op de slides die op de Transo website zullen worden geüpload. Ik zie een vraag waar wordt aangegeven, inderdaad, het is lastig om hier e-health applicaties te onderzoeken, omdat ze zo snel doorontwikkeld worden. En dus achter loop je dan niet achter de feiten aan. Eigenlijk een vraag aan jullie, Joyce, Milou. Jullie onderzoeken eigenlijk geen e-health applicatie natuurlijk, maar het is wel het idee dat er e-health applicaties kunnen worden meegenomen in de toolbox. En hoe ga je er nou mee om als je zo'n toolbox hebt, bijvoorbeeld de escape room, maar het kan natuurlijk ook een andere zijn, dat die toolbox niet achterloopt bij de e-health applicaties die er zo opploppen, zou je kunnen zeggen. Ben ik goed hoorbaar? Ja, helemaal goed. Ja, dan zal ik denk ik daar even kort op ingaan. Ja, dat is inderdaad natuurlijk een hele grote uitdaging waar we voor staan. Want we hebben, zoals ik in de presentatie aangaf, nu gekeken naar datgene wat je ook zou kunnen gebruiken om je ook dingen te laten ervaren in de escape room die je ook daadwerkelijk in kunt zetten. Maar dat zijn over een half jaar of over een jaar mogelijk weer hele andere e-health tools. Dus daarin moet je eigenlijk continu ook weer vernieuwend zijn. En dat is inderdaad een uitdaging. We hebben daarom ook wel gekeken naar een zo flexibel mogelijke format, waarbij je eigenlijk ook op het moment dat er nieuwe mogelijkheden zijn, dat je dat ook weer zou kunnen verwerken in een spel. Dus het is wel de bedoeling om ook met die doorontwikkeling continu bezig te zijn, om in de gaten te houden welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en daar de escape room eigenlijk ook wel, ook wel op aan te kunnen blijven passen. Dat is zeker een enorme uitdaging, maar ik denk wel dat het zoals hij is opgezet, er zitten meerdere tools in, waarbij je in theorie in ieder geval, en hoe dat in de praktijk gaat werken, dat gaan we natuurlijk ook onderzoeken, maar waarbij je in theorie zou je een tool moeten kunnen vervangen door een andere die je dan met bewijzen van een soortgelijke puzzel ook kunt laten ervaren. Dus daar zitten wel mogelijkheden in, denk ik. Maar dat een uitdaging is, dat staat buiten kijf. Dankjewel, Joyce. We zijn bijna door de tijd heen, maar ik wil toch nog even een vraag doorspelen aan Milou. Er zijn er meerdere, ze kunnen dus niet allemaal. In ieder geval de vraag van Milou, heb je al het idee gehad dat behandelaren biosignalen van toegevoegde waarde vinden in hun fysieke gesprekken? Kijken of we Milou... Ja, we hebben Milou weer in beeld. Ik zie mezelf nog niet namelijk, maar dat is interessant. Tot nu toe, want we hebben nu vooral natuurlijk dit onderzoek ook gericht, vooral deze prototype studie was vooral dus echt met op afstand. We hebben toen wel ook gevraagd van hoe zouden jullie dit vinden in fysieke gesprekken? Daar werd een beetje nog wisselend op gereageerd. Dus dat vind ik juist wel een heel interessante vraag ook nog om uit te zoeken of zo'n applicatie ook fysiek zou werken, maar wat we nu terugkregen was dat ze eigenlijk zeiden, als ik fysiek gesprek voer, dan val ik zo snel terug op gewoon wat ik gewend ben op, weet je, dan heb je beschikking tot al je cues die je face-to-face hebt, zeg maar. Wat ze wel zeiden was dat het, en zo wordt het ook op zich wel gebruikt, om het in gesprek met een cliënt bijvoorbeeld, om het op zo'n moment dan terug te kunnen geven ook aan je cliënt. Om samen te kijken van, de spanning loopt nu op, wat gebeurt er? En ook op die manier een soort bewustzijn te geven in, voor de cliënt, zeg maar, in het oplopen van die spanning. Maar ik zelf ben ook nog heel benieuwd of er inderdaad dus ook, of ze ook, toch ook als het ook wat bekender wordt misschien om die biofeedback te gebruiken, of het ook in fysieke gesprekken toch ook wat meerwaarde kan zijn. Dus dat is wel een onderzoeksvraag om nog verder. Maar tot nu toe waren er dus nog een beetje gemengde reacties op. Maar dat kan zo komen omdat het nog zo'n nieuwe soort toepassing is. Ik denk dat ik zo Dankjewel, Milou. Zeker.
Er zijn nog wat andere vragen. We kunnen ze niet echt meer behandelen, omdat we gewoon anders uit de tijd lopen. De onderzoekers, in dit geval Joyce en Milou, zien de vragen wel. Ik zou jullie willen uitnodigen, Milou. Met name staan nog een paar vragen van Milou voor jou, Milou. Of jij op een laatste slide zou willen toevoegen, een kort antwoord op die vragen. En zodat we die vragen dus ook hebben beantwoord daarmee kunnen delen via de Transo-website. Als jij ze nu niet ziet, dan komen we daarvoor bij jou terug. Hartelijk bedankt, Milou en Joyce, voor jullie bijdrage vanuit jullie eigen huis. Ook voor jullie weer een hartelijk applaus van ons hier en vanuit thuis.